Hallo iedereen, zoals jullie weten is dat niet alleen mijn carrière-mode, maar ook jullie carrière-mode. Dus als jullie transfer-ideeën hebben, laat het me dan weten in de reacties. Schrijf alsjeblieft in de reacties welke transfer-ideeën dat jullie hebben en welke transfers dat jullie willen in dit Anderlecht-team. Ik ga het opzoeken in FIFA 20 en ik ga iedere reactie onder de loep nemen. Dus als je interesse hebt om mee te doen met deze carrière-mode, geef transfer-ideeën en laat me weten welke spelers geschikt zijn voor RC Anderlecht. Alvast veel plezier met deze video. Yo. Kom terug bij een nieuwe Anderlecht carrière mode. Bericht van het FIFA-team. Eindelijk, de update is er. En de spelerselectie gaat nu eindelijk up-to-date zijn. Maar in carrière mode is er niet zelf veel veranderd. Ook al waren er veel fouten. Het enige wat veranderd is aan de carrière mode is dat de Serie B, de Italiaanse competitie, de tweede klasse, die programma, hoe je de match moet spelen, een beetje veranderd is. Dat is het enige wat veranderd is aan de carrière mode. Voor de rest zijn we wel tevreden. Lucas zit erbij en Kana zit erbij bij de spelerselectie update. En dan kijken we even naar Antwerpen en zien we dat Medellias daarbij zit. En de voer, zodat het zou moeten zijn in feite. Ze hebben het eindelijk voor elkaar gekregen, FIFA. Het is in orde, de spelerselectie update. Maar natuurlijk kan er nog veel veranderen aan de carrière mode. Ook het teammoreel kan veranderen. Want ik heb al gelezen, als je ook goed speelt en je behaalt elke doelstelling, maar het teammoreel is te laag, dat je gewoon kunt ontslagen worden. En dat wil ik absoluut voorkomen met Anderlecht. Dus zal ik verplicht zijn om enkele interviews af te leggen. Maar ik ga dat heel kort tonen. We kijken naar de selectie van Anderlecht. We zien daar niet meer. We zien daar niet Lucas intussen staan. Dus ja, de spelerselectie update kan niet in een bestaande carrière mode. Sommigen wisten dat al. Ik wou het nog eens testen, maar dat gaat dus blijkbaar niet. Dat is wel zeer spijtig. We hebben wel Sardella natuurlijk en al. Maar er zijn dus geen nieuwe spelers. Dan Andy Hazard, ik wil hem tevreden houden, dus zijn contract ging aflopen, dus geef hem een contractverlenging en hij accepteert het dan ook. Dan ook een contractverlenging voor Frank Boeks. En dat is de opstelling voor de komende match tegen Racing Henk. Roef Amuzu, Verschaden, Sam Lokonga, Nazri, KMB, Kabout, Company, De Waal en Jaren van Kronbeke. Nazri die van zijn kloot heeft gemaakt dat hij niet tevreden was, dat hij meer speelminuten wou. Of dat hij anders ging leaven en hele teammodel naar beneden ging trekken. Wel, die krijgt nu de kans om zich te bewijzen tegen Racing Henk, die de eerste staat in deze competitie. Uronen. En normaal spelen ze nu ook de teams met de beste opstelling dat ze kunnen hebben. Want er was heel veel problemen op Manchester City bijvoorbeeld. Dat ze speelden met een C-opstelling of een B-opstelling. En er waren heel veel klachten daar rond. Ik heb een paar video's gezien over de carrière mode. Maar nu lijkt het opgelost. Oké, pijnziel. Voorzet, Riese Henk schiet hem erover en ernaast. Dus dat was de eerste mogelijkheid voor Riese Henk. Weer al Riese Henk. Ja, ze staan wel eerst in het klassement, dus moeten we wel een beetje opletten. Ze kunnen verder uitlopen op ons. Maar wij zijn zelf nog niet zeker van de plekje. Van playoff 1, Riese Henk schiet daar. We moeten in feite winnen vandaag, die Riese Henk. Ik zeg het altijd, we moeten winnen, maar het gebeurt soms echt wel niet. Maar het is echt wel belangrijk dat we gewoon punten pakken. We moeten gewoon beginnen punten te pakken voor die zesde plaats te krijgen. Dan eventueel ons te plaatsen op playoff 1 en misschien de tweede of eerste plaats te bereiken voor de Champions League volgend jaar. Ook al is het zeer spijtig dat Lucas niet bij onze spelerselectie zit. En dat vind ik wel heel spijtig, want die heeft een algemene rating van 73. Maar daar staat Roef alleen voor goal. Roef kan scoren. Roef schiet op de paal. En de trainer van Anderlecht is er ook ontevreden mee. Het was een goede poging van Roef. Kijk dan nog even net die sliding. Misschien kost ik een slagschop uitlokken. Maar is dat op de paal of er net naast? Ik wijs dat hij er net naast zat of op de paal. Ja, het was alleszins heel close. Roef, we zitten in de tweede helft. Verscharen. Verscharen schiet. En de redding van Checkers. LD, het is weer niet Koeken die in goal staat. En een hele kaart ondertussen, maar niet zo belangrijk. En dan Kayembe legt hem klaar voor Stambilo Kunga, die kan voorzetten. En de redding van Jekkers of zoiets. Ik weet niet, ik heb er nooit van gehoord. Normaal is Toeko dit keer in de goal staan. Roef, Verscharen, trouwens. Misschien ziet hem daarnaast. Trouwens, Riese Henk speelt vanavond tegen Napoli. Ik denk dat Riese Henk gaat verliezen met 0-3 of 1-3 of zoiets. Want tegen Salzburg was het echt slecht. En ik heb eerlijk te zijn, ik wel een goede match gespeeld tegen Real Madrid. Roef gaat schieten op de paal. Oh, dat is heel spijtig. Dus ik heb wel een goede match gespeeld tegen Real Madrid. In de rebound misschien Anderlecht. En daar werd het dus 2-2. Ze stonden 0-2 voor. Voor een rode kaart. Dan een vrije trap. Daaruit scoort Real Madrid. En ja, dan is het 2-2. En dan was het nog heel lang zweten om die 2-2 voor te, vast te houden die komende 5 minuten. En Club heeft dat wel gedaan, maar als ik ons, alleen Anderlecht van nu tegen Real Madrid zou zien spelen, zou het wel niet zo goed zijn, denk ik. Maar er komt beterschap op komst. Riese Henk staat voor, maar toch niet in deze carrière mode, want Riese Henk staat 0-1 voor na 77 minuten. En ja, dat is slecht, slecht, slecht. Maar onze jeugdspelers kunnen nog uitroeien tot heel goede spelers. En Company gaat waarschijnlijk nog betere spelers aantrekken in de winter. Mart Verscharen kan schieten. Verscharen, een heel flauw balletje. Waarom loopt hij zo daar naar die bal? Hij kost hem al direct aannemen. Gaan we nu echt deze match verliezen? We waren nogthans goed begonnen. Maar ja, we staan toch 0-1 achter tegen Riese Henk. Jan Bohonda. Excel te Waregem schiet op de doelman.
Trouwens, voor Sector Brugge en KVO Standen kan je voor 20 euro gaan als je van band van zult gaan. Maar ik ga niet gaan. Interview na wedstrijd. Een moeilijke wedstrijd vandaag. De spelers tekenen weinig zelfvertrouwen te hebben. Klopt dat? Vraag je aan mij. Kijk naar ons teamordeel. Het is ontevreden. Het moet op tevreden staan of we komen in het probleem. Dus wat zeg ik dan? Ons zelfvertrouwen is prima, dus de HTW naar boven. Gelukkig, ik wil niet ontslagen worden. Nee. Dat zou wel echt een ramp zijn. De eerste keer vanaf FIFA 15 dat je ontslagen kan worden. Allee, ik toch met RSC andere carrière mode. Ik wil ons plaatsen voor play-off 1, maar ik weet dat het nog moeilijk gaat worden. Zeker na deze nederlaag tegen Racing Henk met de 0-1. We trainen nog een keer de spelers. Doki Sellemakers, Amuzu Verscharen en de Walen zijn getraind. Trebel en Nasri zagen weer. Maar Nasri staat kort. Ik wil ze nog heel hartelijk bedanken. Dan zeg ik, Nasri, graag gedaan. Ik heb je opgesteld. Hopelijk ben je nu eindelijk eens tevreden. Dan ga je niet meer zagen. Dank u, Nasri. Trebel wil ook spelen. Dus we gaan hem laten spelen de volgende match. Jeugdafdeling. Contacteer één speler. De jeugdafdeling voor de positie van verdediger. We zijn daarmee bezig. We hebben een scoutnetwerk opgezet in Egypte. En we hebben er nog één in Zuid-Afrika. Dus we zijn ermee bezig elke 3 maanden. We staan 8e in het klassement met 26 punten. KV Mechelen staat 7e met 26 punten. We moeten spelen tegen Antwerp nu. En die tellen 35 punten. Dus als we winnen, hebben we al 29 punten. En komen we dichter nog 6 punten dan voor play-off 1 te gaan. Racing Henk staat nog op de eerste plaats met 46 punten na 21 gespeelde wedstrijden. Dit is de opstelling voor tegen Antwerp. Zatli, Kiezenterrein, Amuzu, Vlap, Nasri, Trebel, Doki, Company, Sander, Sardella en Van Kronbeugen. Ja, we spelen met Trebel en Nasri. Het is van moeten voor de Timoreel. Trebel, Zatli gaat passen naar Vlap. Vlap kan naar Amuzu. Amuzu, we zijn pas begonnen. We zijn 4 minuten ver. Goal! Onderweg met de Chrome Goal! We staan 0-1 voor tegen Antwerpen. We zijn prima begonnen aan deze match. Prima spel ook van Anderlecht. Chatli schiet. Bijna de 0-2. Chatli daar met een mooie shotkans. Maar Chatli besluit om hem er niet in te schieten. Misschien nu Anderlecht. En die kopt hem er hoog over. Ja, we zijn echt goed begonnen met deze match. We staan al direct 0-1 voor. Zo moet het zijn. Zo moet het elke match zijn. Kies het alleen. Die nog eens de basisplaats krijgt. Trebel. Trebel gaat die scoren. Trebel dat zo. Trebel scoort 0-2 Anderlecht. Trebel scoort en zo staan we 0-2 voor. Mooie kans van Trebel dat hij aanneemt en hij scoort dan meteen de hole. En zo gaan we deze match waarschijnlijk winnen. We zitten in de 56e minuut. Kan Antwerp nog eens doen? Lamkazé wordt nu aangespeeld. Gaat door de verdediging met veel geknoei nu. Lamkazé is er door. Opletten Sander en hij schiet hem ernaast. Maar het zal bijna afgelopen zijn. Misschien nu nog. En weer een kansje voor Antwerpen. Maar we winnen deze match verdiend. We waren gewoon beter dan Antwerpen. De coach weet dat ook. Hij heeft nog een handje. En Bologna. En we winnen deze match met 0-2 tegen Antwerpen. Dus we komen weer een stapje dichter bij play-off 1. Wat is er veranderd sinds de laatste wedstrijd? Je kunt RSC Anderlecht geen 2 maal verslaan. Timoreel weer naar omhoog. Dus ja. Ja, Antwerpen heeft ons de hele match verslaan met 0-3. Nu winnen wij met 0-2. Dus dat is wel beter. We staan 7 in de klasse met 29 punten. We staan 2 punten voor op KV Mechelen. En 35 punten nog altijd Antwerpen. Dus nog 6 punten te gaan. Een keer goed spelen, alles op alles zetten. En we kunnen nog play-off 1 halen. En we kunnen nog gaan voor de Champions League. Of de titel, dat wordt wel heel moeilijk. We gaan ons gewoon focussen nu op het belangrijkste. En dat is play-off 1. En als we dat halen, zal ik wel heel tevreden zijn. De transferperiode komt er trouwens aan. Dus ja, na deze video is de transferperiode, dus laat weten in de reacties welke transfer dat jullie willen. Club Brugge dan nog, Eupen, de Hema's eindigt op 2-1 voor Eupen, dan Club Brugge, dan nog tegen Moes Kroen. En het seizoen zit er dan bijna op, dan nog Gent, dan nog KV Mechelen, dan nog een keer Eupen voor de competitie, dan nog een keer Westland Beveren, dan nog een keer Zuid-Waardheim en dan Centruiden. En dan is het seizoen compleet en weten we of we in play-off 1 zitten. Yo, dankjewel voor het kijken, ik zie je terug in de volgende video, yo!